Dus Lens World en ook Kyoto. Kyoto zijn dezelfde mensen van Zanata. We zijn samen gestart in 2013. Dus het is al een hele lange samenwerking die alleen maar groeit. Ook andere huidige partners zijn al heel lang aan boord, dus dat is heel mooi. Ja, dat voelt wel iets anders. Misschien met iets meer zelfvertrouwen. Dat heeft toch wel een boost gegeven. En ook in de wedstrijd denk ik van ja, ik ga me toch nu toch wel even moeten laten zien, want ik heb die trui aan en ja, dat is speciaal. Ja, ik krijg in België vooral meer respect in het peloton. In internationale koersen blijft dat gewoon hetzelfde, omdat je moet nog altijd vechten voor je plek en ze laat nu er niet zomaar tussen.